Welkom bij Amazing en de Do-It-Yourself Beauty Lessons. Als je aan mij vraagt wat het allerbelangrijkste is van mijn ochtendritueel, dan is het toch wel het aanbrengen van foundation. Echt, noem me een mietje, maar ik loop nooit het huis uit zonder iets op mijn gezicht. Maar met de billen bloot, want ik wil jullie laten zien hoe het kan, hoe het moet. Nou, dat ga ik niet doen. Daarvoor heb ik de hulp ingeroepen van een van de beste make-up artists die ik ken. En iemand die heel veel verstand heeft van foundation. Het is Wim Thompson van Dior. Hallo, Wim. Hi. Fijn dat je er bent. Schrik je niet? Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Wat een veelgehoorde vraag is welke foundation de beste foundation is voor bepaalde huidtypes. Ja, dus en karakters. Dus ik heb er een paar even uitgelicht. Ja. Ik heb de Nude meegenomen. Dat is een foundation die is op mineraalwaterbasis. Dus die hydrateert, is heel erg egaliserend, maar op een hele natuurlijke, transparante manier. Die gebruik ik ook al. Die gebruik jij. En dat komt ook omdat die is echt bedoeld voor de huid die in een hele goede staat is natuurlijk. Maar zelfs als je onregelmatigheden zou hebben, dan egaliseert die heel mooi. En echt een tweede huidje. De Forever is een iets wat corrigerende en de naam zegt het al, langhoudend. Ja. Voor diegene die een hele lange dag voor de boeg heeft, die zegt mijn make-up is halverwege de dag al naar huis. Dan dus kan heb je een hele dag gebruiken. Misschien je gaat naar een huwelijk of je moet presentaties houden, geen tijd om Forever, voorbij te doen. Perfect, ja. Okay. En Capture Total is een foundation op een hele natuurlijke manier, maar vrij intens corrigerend voor de wat oudere, rijpere huid. Zit ook een antivouderende werking in die de huidverzorging eronder stimuleert. En wat ga je voor mij doen? Bij jou ga ik de Nude, natuurlijk. Jouw favoriet. Misschien is het handig om uit te leggen wat is je perfecte kleur. Ja. Soms zie ik nog wel eens mensen die denken... Ja, vind ik ook wel. En ik vind het ook best lastig van de zomer naar de winter. Winter. Ja. Ja, klopt. Want dat scheelt nog wel eens een tint. Wat je kan doen als je twijfelt, pak dan 3 kleuren. Ja. Waar tussen je twijfelt, breng ze aan op de kaaklijn. Zodat je goed kan zien waar de huid van het gezicht overloopt naar de hals. Ga er overheen met de vinger. Je ziet dat de middelste kleur verdwijnt. Deze is iets lichter. En deze die is klaarblijkelijk logisch ook het donkerst. Dus de middelste kleur is echt de kleur die bij jouw huid past. En wat ik ga doen is de foundation aanbrengen met de kwast. Doe ik nooit. Dat doe jij nooit. Jij doet het met je vingers. Nou, met is dat heel erg? Nou, met je vingers kan het ook aangebracht worden. Alleen er zit huidverzorging in de foundation die ook intrekt in je handen. Dus je gebruikt het gewoon verliest meer. Gewoon, en het verdelen is wat moeilijk. Heb je dat nooit dat het een beetje moeilijk? Ja, ik heb wel eens dat iemand zegt, er zit hier nog een beetje met uitsmeren. Nou, met de foundation kwast krijg je dan een egaal effect op een hele snelle manier. En je hebt veel minder nodig. Nee. En je voelt ook, ik ga van binnen naar buiten. Altijd naar buiten, vanaf midden naar buiten. Denk aan een lift. Iedereen wil gelift, glad. En omdat het natuurlijk de textuur is van de huidverzorging die dat benadrukt, heb je op die manier heel weinig nodig en onmiddellijk een glanzend resultaat. Nou, je ziet als je het wil controleren of het even is, met de kwast is het heel snel even. Ja. De concealer. Oplapper. De oplapper. Ja, de concealer is specifiek voor rond de oogzone, maar ook voor vlekjes of schaduw in het gezicht. Waarom rond de ogen? Dat geeft licht uitgeruste uitstraling, helderheid, antivermoeidheid. Ik zet kleine stipjes. Ja. Oh, lekker koel ook. Hij verkoelt ook, inderdaad. Het is een Hydralife, een verkoelend, hydraterend product. En daarmee verhelder je extra de oogopslag. Niet alleen voor kringen, maar ook voor donkere schaduwen. Vanaf de neusrug heb je als donkere schaduw. Blauw van de adertjes. Ja. Ook op het bewegend ooglid kan ik hem als basis voor onder de oogschaduw aanbrengen. En als je dan rond het oog zo aanbrengt, dan heb je meteen een verhelderende en gladstrijkende werking. Het is een BB voor de ogen. Ja. Een BB voor de ogen. Hij beschermt, hij concealt en hij verzorgt. En dat is het. Je ziet meteen dat het oog gelift wordt en verhelderd. De losse poeder.
uiterst fijn gemalen. Sommige dames denken nog steeds losse poeder. Dat is zo'n koek op het gezicht van de jaren 50. Deze is zo gemicroniseerd, die zie je niet. En je merkt, ik gebruik hem ook niet overal. Ik gebruik hem op de uitstekende delen. En op die manier plaatselijk poeder ik het dan af. En dan verdeel ik het zo met de kwast over de huid. Het voordeel van het deppen is dat het niet in het haar komt en op de kleding. Ja. En dat is het in 3 stappen. Mooi, Wim. Heel mooi. Dus, nude, concealer, poeder, sessa en een kwast. En een kwast. Heel erg bedankt, Wim, voor deze basis. Ik durf bijna de straat weer op. De volgende keer in de do-it-yourself beauty sessie gaat Wim ons alles vertellen over de wenkbrauw. Want de brow is on.